De gemeente Groningen krijgt na 2012 geen geld meer van het Rijk om de stad veiliger te maken. Het gaat om 1,5 miljoen. Het stadsbestuur gebruikte dit geld vooral om criminaliteit te voorkomen. Burgemeester Reewinkel vindt het een onbegrijpelijke beslissing van het kabinet Rutte. Dit omdat veiligheid nu juist één van de speerpunten is van dit kabinet. Wij gaan nog weer eens 1,5 miljoen gulden verliezen. Dat is het grootste deel van ons budget. En ja, dat verwondert ons ook wel van een kabinet wat zelf zegt ook zo voor veiligheid te willen gaan. Maar als je zegt veiligheid zo belangrijk te vinden, waarom kort je gemeente dan zo zeer dat wij wel moeten gaan kiezen? Dat wij niet kunnen doen wat we willen blijven doen. Dat gaat echt ten koste van de veiligheid in onze wijken. En ja, dat spijt me zeer. De preventieve aanpak werkt. Volgens de gemeente is bijvoorbeeld tussen 2005 en nu de overlast van drugsgebruikers met 8% gedaald. En zonder dit geld zal de overlast weer toenemen. Op veel meer terreinen zal de stad onveiliger worden. Vooral op het gebied van de georganiseerde misdaad, vrouwenhandel, huiselijk geweld en overlast door jeugdbendes. Mensen zullen het echt gaan merken. Dan gaat het dus gewoon over veiligheid in de wijk. Maar ook bijvoorbeeld dat je voorbereiden op eventuele rampen die kunnen plaatsvinden. Daar moet je toch altijd rekening mee houden. Ook bijvoorbeeld een onderwerp als mensenhandel. Het is allemaal aan de orde, het staat allemaal op de tocht. En dat is van ongekend belang.